en we praten over alles. De stiltes die gevallen zijn, gevangen zijn, ik niet begrijp hoe dit. Ik ben Deborah, ik ben een kleinkunstenares. Ik maak elektronische kleinkunst popliedjes. En normaal maak ik die ook in voorstelling, speel ik ook theatervoorstellingen. Maar nu doe ik alleen de liedjes met het gesproken woord. Ik kan niet zien wat je beweegt. Zoek een boek voor al je woorden. Heb zelf het vandalen nodig. Dat later mensen kunnen kijken en het gevoel hebben dat ze een beetje bij het concert zijn. Hoe je leeft, ik zou je ogen willen lezen. Maar ik kan het niet beleven. Ik maak dus elektronische kleinkunst popliedjes. Het is dus een combinatie van cabareske teksten met elektronische sounds, beats, synthesizers, maar ook gewoon wel poppy gevoel. Dus het is heel erg een mengelmoes van die verschillende dingen. De liedjes die ik ga spelen komen van mijn EP. En mijn EP heet Wakker. En die EP komt weer van mijn theatervoorstelling. En mijn theatervoorstelling heet En Toen Werd Ik Wakker. Het is een theatervoorstelling, cabaretvoorstelling, die ik ook tot podcastvoorstelling heb gemaakt. Podcastserie in het najaar. Met die liedjes ook erin. Verleggen grenzen tussen woorden. Zoek weer mijn paspoort om bij je te komen. We gaan harder dan we beiden kunnen hebben. Vandaag ga ik 2 liedjes van de EP opnemen, zodat ik toch een soort van release heb om de EP heen, die ik niet kon releasen natuurlijk door de maatregelen. Die kan ik dan toch als concertje online zetten daarna. En ik ga een stukje spoken word opnemen en die komt ook uit de voorstelling. Ik sluit mijn ogen, maar heb het licht al gezien. Met het zien van het licht kan ik niet meer negeren dat ik weer een dag met de armen heb opstaan. Ik heb het gezien, heb het licht gezien. Heb het gehoord, heb de verhalen gehoord, heb het geweten. Heb het zeker geweten. Heel even heb ik het zeker geweten. Vooral je woorden, heb ze het van talen nodig. Niets kan voelen van de haat. Ik niets weet van hoe je leeft. Ik zou je ogen willen lezen, maar ik kan het niet beleven. Maar ik kan het niet beleven. Ging vandaag supergoed. Het was echt te gek om zoveel tijd te hebben om lekker de techniek uit te zoeken. Het lichtplan te maken met de technici. En echt een heel mooi plaatje van te maken. En de sounds helemaal goed te krijgen. Volgens mij is dat ook gelukt. Want ik heb hele toffe en mooie opnames erop zitten. En kan je wachten om aan de slag te gaan met de edits.